done that 19. Dat zet het filmpje ook wel weer online, hè. Ja, je kaars begint te starten. Jongen, jongens, ik heb er slecht gevoel bij. Nee, komt goed, Peter. Pro tip van mij, neem het allemaal niet te serieus. Nee, maar ik baal er altijd van als ik als mijn hardware niet goed werkt. Ja, maar dat heb ik hetzelfde hoor. Dan kan ik heel pissig worden. Ja, zo ken ik jullie. Dus gewoon dat ding moet het gewoon doen. Het is hetzelfde als met auto's en motoren, die dingen moeten het gewoon doen. Waarom? Daarom wil ik ook geen Ducati. Even kijken. Is er al een lobby? Ja. Yes, en het heet Megane Trophy of zoiets, die raceklasse. Ja. AOR, Megane Mondays. Die moet je hebben. Ja, oké, okay, maar ik heb nou Tourencar geselecteerd. Nee, dus het is niet Tourencar, het is iets Megane Trophy of zoiets. Iets met nee, je moet ze allemaal selecteren, Peter. Dan zie je alles. En dan kiezen. Dan vind hem ook. Ja, maar ik weet niet welke dat is. Ja, Megane Trophy. Wat? Ja, oké. Okay. Of Renault Trophy of zoiets, zoiets achtigs. Iets met trofie erin. Even kijken, er zullen aardig wat mannen in de lobby zitten. Ja, 14. Waarom zie je? AOR, man kan Mondays join. Ja. Password is Apex, hè? Met hoofdletter A. Uiteraard. Ja, maar ja, pas op, dat was met GT4 was het weer wat anders. Dus, oké. Is everyone aware of the fall? Ik niet mijn caps locks hebben aanstaan. Qualifying first, then a sprint race. And then race 2 will be where you finish in the first race. En dan de derde race will be reverse grid from race 2. Ik zal even een andere livery pakken. Dat heeft hij. Should be fun. I mean, it was your idea, Kieran. Nou, yoghurt is wakker. Even een andere livery. Yeah. Well, yeah, for the race format, yeah, I just did what. Ik heb een hele. Ja, dat is hetzelfde als de yoghurt. Right, maar ja, maar dan de rode. Allee, de yoghurt krijgt ook ver voor me. We gaan, jongens. Ja, succes. Hey, de dingen settings is 60-40, hè? Of 65-40. 65-40, ja. Force feedback good setting. Good luck, everyone. Yep, good luck. Have fun. So ja, remember, it is zeker. The national layout, not the full layout, so don't go flying down the main straight, because nee, dat klopt. Oh shit, dat gaat die rijden af. Then the rest of the track is pretty much the same. Yeah, just ik heb de rode puntjes en yoghurt die heeft de blauwe, maar die rijdt ook ver voor me. Ja. Oh. Ja, maar ze gaan nu niet verwarren als het goed is, Peter. Nee. Die rijdt 2 seconden, rijdt hij zijn time trial sneller dan ik, dus kom. Echt niet in de buurt. Eens even kijken. De stable setup laden en. Pitstrategie. Pitstrategie op Vulrik Berg. Oh, ik hoor ze heel slechte mannen. Ja, heb ik ook. Als eventjes. Even mijn geluid hier aan aanpassen, want het is niks. Audio. Oh, heeft geen tractiecontrole of niks, die auto? Nee. Nee, helemaal niks. I saw a green car, I see you on the green car. No, I'm not actually. It's all clear on the exit, you can push now. Our silver car is important. It's finished to get the job done. The brakes are cold, the camera, cold tires all around. Synchronized spinning van. Okay. Let's go down here. Tires are pretty cold. Nou, waar gaan we, jongens? Het klinkt als een naaimachine, dat domme. Martin, you did not want to be behind me going into a quarter lap. Mistakes were made. Yeah. Wat je begint naar een rondje toe redelijk warm te worden nu. Yeah,
left. Oh man, ik zie die gele clips die we voor mij glibberen en glijden, maar is wel gruwelijk snel. Oh, ik krijg ook een mooie slipstream op het rechtstuk. Ja, die is ik denk zeker 4 seconden sneller dan mij. Zoiets, Zie je, 4,3. Zitten we 7,3 seconden achter. Kijk. Dank u. Ah, kut. De Kinky die rijdt voor me in het gras. Rijd gewoon achterna. Dan wendt het wel een beetje, Paul. Wennen? Ik vind het een klote waardje. Maar het heeft wel wat, hoor. Het moet niet te makkelijk zijn. Nee, dit is wel een goed power dit. Ja. Ik denk dat mijn timetrail tijd gaat benaderen. Vijf dus. Nee, ik kan exact dezelfde tijden bij je rijden, maar heb ik alles mee gezegd. Sneller dan dit kan ik niet. Hij is al de derde ronde, dezelfde tijd. Ah, jammer.
monitor. Ik gooi even een beetje. Een paar tien af kunnen maar. Tijd is redelijk oké. Okay. Kan ik me leren. Messed up my laptop then. Ik zit zo meteen in de race, maar yeah, dat was goed. I was saying, I was like, no, I'm off, don't worry. Oh, ik probeer weg te komen. Maar. Everywhere is off the track. You have to be really careful on the throttle of these things. Okay, okay, both pin it. I was not like being pinned up the corner. We're in a graveyard, basically. Yeah, it's gonna be a very interesting race. Ja, ja, plek 12 van 14 hoor. That's exactly as expected. Wat Peter goed bezig, jongen. The bump in turn 1. Ja, ik weet niet of ik er nog veel af krijg. Ja, ik denk het niet. Dan zijn we de aliens natuurlijk. Nee, ik zit net 2 tienden onder mijn. Hoe heet het? 2 tienden onder mijn timetrainer te rijden. Maar ik ga hier bij Tommy in de buurt, dus ik kom sowieso in de stream voorbij, toch? Tommy! Oh, René, dat was wel laat geremd, jongen. Nou, dat was zelfs vroeger dan normaal. Nou, de Apex... Wow! Nice, mooi gecorrigeerd. Ja, je moet echt het donkere grijs opzoeken. Ja, altijd. Dat is bij alle autoklassen, dat is altijd zo. Ja. Maar het donkergrijze, daar moet je ongeveer gaan remmen. Ik vind die bij Assetto Corsa wel moeilijker te vinden, de donkergrijze. Nee. Nee, dat wordt hem niet meer. Ik pak even pauze. Ja. Zelfs hebben we nog 3x20 minuten van dit plezier. Oh, maar dat is warm. Gewoon echt overal auto's naast de baan. Ja. Ik deed ook ermee, hoor. Ja, ik ook. Twee keer. Dus blijf gewoon lack of skills. Dat is gewoon zo. Nou, komt vanzelf goed. Jot. Netjes Peter, vijfde tijd, jongen. Prima. Ja, dat valt niet tegen. Nee. Een auto die ik niet zo lekker wil liggen. Ja, ik ook niet. Ik kan het redelijk onder controle houden, dat denk wel. Ik had misschien een paar rondjes moeten oefenen. Had moet. Kijk, WMDR Martin Pack 4. Dude. Met een gamepad. Ja. Ah, die is altijd, die was met GT3 was hij ook goed hoor. Peter. Ja, ga je echt een beetje snel glijden.
Hier gooi ik hem gewoon in zijn 1, dan kom ik net achter. Oh, ik in zijn 2. Eerste ja, dat deed ik tot nu toe ook heel de tijd, maar ik ga je zo 3 seconden af met in zijn 1 gaan. Waar? Ja, de scherpste bocht van heel terug. Bovenop de berg en dan aan het einde van de rechts. En dan daarna bij die lange bocht in zijn 3 houden, niet in zijn 2. Ja, klopt. Fuck! Niet goed daar. Nou, maar ja, 4 tienen rijd ik er echt niet af. 2 tienen misschien, maar... Ja, ik vind het wel knap dat jij dit doet, jongen. Die gaat wel erg wijd hoor, die yoghurt. Ja, maar het kan hè, het mag. Blijkbaar. Oh, Peter. Oh. Nou, dat was niks. Maar een zakruider is een beetje overdrijven. Een beetje. Te veel willen. Je blijft altijd heel dicht bij die lange doordraaien, 180 graden bochten. Dan heeft hij heel dicht tegen de curls altijd, hè, die yoghurt. Meer mogelijk afstand afleggen, die dingen. Ja. Overal auto's langs de kant, hè? Nou, de laatste poging. Kap hem af als all those lawnmowers. Bottas. Ik ga dadelijk in ieder geval op consistency rijden. Dat is een ding wat ik ga doen. Ik ook. Dat is het probleem. Jogger kan deze snelle rondjes ook gewoon consistent blijven rijden. Ja, precies. Yes, veel less. Goed, groen. Just bring the back end around. It's ridiculous. Peter, jouw rondjes zijn wel mooi om te volgen hoor, jongen. Groen. Ze staan op een filmpje. Oh, thank you. Vanuit de cockpit view, hè. Die curve moet je vermijden aan de binnenkant. Just come up a corner and slowly put the throttle on the back end of the... Look in 3 and deze look in 2. Weight in my pedals, so actually feel what the pedal is doing. Dus deze twee, ja, die laatste twee bochten, die kun je best flink over de curbs pakken. Ja. Half seconde in het groen. Nice. Is het wat plek 4? Ik denk het. Nice. 3. 4. 3, plek 3. Nee, 4, zegt hij. Nee, 4. 3? Nee, 4. Oh jawel, want die andere die heeft een... Nee, 4 zegt hier. Ja, maar die heeft een positie, moet die inleveren die voor hem staat. Ah, nice. Heeft die speeding in de pitlane gedaan ofzo? Denk het. Ik ook bijna. Nice, kijk die Peter gaan, jongen. Oeh, ja, this is my car. I would have been third, but I had to fuck up. Hé, hey, waarom staat hij nou toch op 3? Oh, de grid staat nee, dat hier. Komt dadelijk nog. De grid placement, die komt er nog bij. Oeh, 17e van mijn beste tijd afgereden. Dat is lekker. Bezig, jongen. Ja. Ik kan er wel stellen, ja. Kijk die sector-tijden van Jogger, man. Zo, die sector 2, man. Sector 2, man. Dat pakt hij gewoon 17e. En in de derde sector ook. Alleen in de eerste sector niet veel. Dan ben ik derde snel dus, in de eerste sector. Go easy on me, guys. So let me know by color coding what the pacing of the cars are. If they're yellow, they're fucking quick. Yeah, I took a yellow one with the ID that I won't be in close to yogurt, but sorry. A couple of black cars as well. Yellow's fastest, black is 14. Best strategy, sorry. Oh ja, shit, ja. Zit ik nog dicht bij yogurt? Ja, en nou de consistency, Peter, jongen. Daar komt het nou op aan. Oh, hier moet ik al een foto van nemen, of niet? Dat lijkt me wel, ja. No mandatory pit stops in this at all, right? Nope. And standing start, right? For this one, yep. Yep. Yo,
Yep, ready. Yep, so make sure you got a damage strategy just in case you need it. And maybe a reset button if you get punted by someone. Nou, dan weet ik even niet meer waar ik dat is. Succes. No. Ik had de remblans niet aangepast. Succes, jongens. Geen idee hoe maar dit ding moet starten. Alright, look guys, going green. Gewoon vol gas, hè, deze. Green, green, green. Alright. Ja, dat heb ik niet hoeven starten met deze. Ja, dan rijdt hij lekkerder. And that is your opinion. Maar die crap die rijdt voor me. Dubbele slipsteam, oh yes, dat doet hij lekker deze, hè. Lekkere Clio dit. Nou, ik had er al twee verloren bij de start, dus. Omdat hij zwaarder is, kan hij iets meer curb remmen, maar hij moet iets eerder remmen. Veel eerder aan mezelf. Ah, weer. De band begint wel een beetje warm te worden. Daar rij ik niet achter de volgende om warme banden te houden. Oeh, wow, Tom, ik kan dit ook.
where you sneeze and suddenly have 5 suspension damage. Shit, ik zit hetzelfde als die voor me zit. Domme. Atomic Craft. Ja, ik rijd hier voor me, zit achterna en die remt fout op die naar de lange rechte stuk. Ik zat te veel op hem te focussen in plaats van op rempen. Nou ja, hij fout heb. Als je er voorbij wil, op snelheid moet je maar roepen, hè. Ja, deze geeft wel een slipstream, hoor, deze. Tenminste had ik net, maar toen had ik bij me ik beter. Ik blijf op de racelijn als ik hem aan de binnenkant moet zetten. Nee, het gaat hem niet lukken, zet hem weg. Ik zit nou aan je binnenkant. Altijd. Kom maar beter. Oh. Kom maar. Dank u. Of de banden worden te warm of zo, maar de grip begint te veranderen. Ja, de linker voorband. Ik zit 2 seconden onder mijn tijd. Ja, ik ben gewoon, ik ook, maar ik ben gewoon aan het sukken hier. Ik heb 7 seconden. Ik heb wel een keer. Atomic Heart vanavond. Ja. Weer. Dat was een mooie actie, Peter. Ja, maar hij is wel illegaal. Oh, ik moet hem teruggeven. Ja, kom maar. Left side, clear left.
Ik had hem goedgekeurd, dus. Nee, ik moest hem teruggeven aan jou, ik zat buiten de trek. Mijn standpunt was hier gewoon legaal. Niet van Project Cars, en ik wil geen 30 seconden penalty of zo. Had die slipstream niet naar. Ja. Dat is er toch wel weer voorbij. Maar blijkbaar had ik voor een keer een 4X zet. Ja, deze was leuk, Peter. Oh, sorry, my bad. Kom maar. Kom maar weer. Verloor de controle. Die was wel mooi, Peter. Dat was een leuke actie. Dat was leuk, hè? Ja, die was leuk. Ik dacht ook mooi de ruimte blijven geven. Dat zijn nou leukere close racing acties. Nou weer groene banden. Nah.
my rearview mirror was. You were there, so een mooie race hoor, René. Ik ben hem kwijt. Oh. Ik denk nog twee rondjes. Ja, dat ga ik niet redden, René. 3 seconden rijd ik echt niet dicht op jou met zo'n constante pace. Oh man, de eerste fout en direct 2 plekken kwijt. Ah. Nee, die maakt tegenwoordig geen foutjes meer. Waarom hier in één koers? Ik wil niet. 3-12. Ik ga wel 3-10 in groene, ik doe mijn best. Nee, die chicane verlies ik te veel. 0,5 seconden in groene, hoor, nee. In het groen. Je moet toch wat om René bij te houden. En weer een domme voor me, de 4e keer. Ik ben netjes aan de kant, mooi. Nou. 17e van mijn beste tijd afgereden. Ik ben enigszins in de buurt van René, maar inhalen, no way. Ik kan nou weer 17e afgerijden. Yes, the finish. Oh man, it's
Een beetje spannend maken, Peter. Ja, je hield je in, of niet? Nee, ik krijg penalty. Je bent gewoon veel sneller dan mij, dat is het ineens. Ja, ik had wel concentratieproblemen op een gegeven moment. Dit is toch wel een leuk wagentje. Ja, als je ja, met in de gaten hebt wel. Barcelona is niet mijn circuit, sowieso niet. Ja, het is niet mijn mooie circuit. Dat was pas één van de drie dit. Mooi, mooi René. Ja, maar moet je eens kijken, man. Er zit weer een dikke seconde tussen. Of ja, een seconde dan. We mogen wel Return to Race Central doen, toch? Ik weet niet waar je die tijd vandaan hebt, er altijd, maar... Ja, maar het is hetzelfde als dat die gasten 1-10 rijden, snap ik ook niet, hè. Ja. Soms denk ik wel, zouden die niet toch ergens iets getweakt hebben of zo? Ik weet het niet. Ja, die stopt iets meer tijd in, hè. Oh, ja, dat sowieso. Dat weet ik zeker. Ik moet hem zelfs opnieuw joinen, denk ik. If I engaged on you, then I had a spin, then engaged you again, then hit the wall, and I was like, well, I'm fucked now. Oh, dan ben ik heb alleen niet opgelet hoeveel ik geëindigd ben, maar goed. Ik zevende, dus jij achtste. Oh, dat is makkelijk. On a light especially put to a D rank. Oh god, I'm close. Maar het is echt altijd zorgen dat je consistent rijdt, want daar kun je zoveel plaatsen mee. Ja, ja, maar ik zat er achterin en die verremde zich compleet in die eerste bocht. Ja, eerste dat weet ik. Daar ga je mee, ja, soort magneetgevoel. Hè? Ja. Ja, maar dat had ik ook. Ik had op een gegeven moment, reed ik achter Atomic. En ik was wat sneller, maar die vergaloppeerde zich op een gegeven moment in een bocht. Ja. En dan ga je mee, want je remt eigenlijk op hem, hè? Dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet eigenlijk op de track gewoon remmen. Ja, maar. En als je achter iemand rijdt, iets eerder dan het normale rempunt. Ja, ja, dat sowieso. Ja. Ja, is het nou reverse grid of was dat de laatste? Nee, nu is de laatste. De laatste race is reverse grid. Nu is de startorde van de einde van net. Oké, 8. Nou, dan ga ik even piezen. Ja, dat ga ik ook even doen. Ik ben zo terug. Mm-hmm. Alright. Get the ads on the forum now, for fuck's sake. If you're on desktop, get Adblock Plus gets rid of them. Yeah, I probably should. Okay, is everyone ready for race 2? Two guys is the Badura guys are still not in. Okay, no worries. Those first couple of laps we had with train of us, was it third to fifth or sixth where I was? That was pretty some good racing. Do we have a rolling start now? Yeah. Yes. So for this race, it's where you finished in that last race. So you finish first, you start first, and so on. Okay. But yeah, formation lap and rolling start. So if you see the track map that I put on the AOR Discord, just above the race results, you'll see that I've put a yellow zone after turn 3. So, ik ben er weer klaar voor. So wait there. Is Peter er ook? So once you make the call, you'll drive to that yellow bit that I've marked out. And wait there until everyone has caught up. And then we'll do the formation lap all the way around until we get to the red zone, and then we'll form up and then go around the final few corners onto the start straight, and then away we go. Oh crap, I only just now realized that mashup mass report the whole thing. Yep. Atomic Badura guys are in now. The Badura boys are here now, yeah? Yep. Cool. Alrighty. Hope didn't catch any of my atrocious driving. You never know.
Right, let's crack on with race two then. Nou jongens, good luck. Ja. Yeah, good luck. One interesting success. Idea for a mini-series like this in the future might be to like pick a track and then for every race you do at that track, you pick a different layout. Yeah. You do the GP for the first one, the national for the second, and then the rally cross for the third. Jump in the GAN RX instead. Dat is een vet, hè? See that someday. En dan inderdaad met Formule A auto en dan rallycross circuit. Even kijken, pitstrategie aanpassen. Stable, yes, en pitstrategie. Is this finish order or reverse order for this race? Just finish in order. Okay. I quite like the random start idea. I was tempted to do that, yeah. Oh, I think we should change it now. I vote for it. Goeie plek. Ik sta op plek 4. Kijk. Maar goed, in bocht 1 worden we er 100 man ingehaald, dus. Ja, we hebben de rolling start nou, hè, geloof ik. Ja. Dus je staat in het begin even, maar dat hebben jullie toch al eens meegemaakt? Ja. Het is gewoon de eindvolgorde van de vorige race, hè. Dus ik ga je plek 11 of was het 12 of zo. Ja, nee, maar je hebt eerst een warm-up ronde, hè. Dus eerst in volgorde verzamelen waar je net finish bent. En dan... Ja, aan het einde van de warm-up lap is het toch beginnen, hè. Ja, maar dan ben je dus in volgorde, zeg maar, zoals je nu gefinished bent. Hè? Ja, maar OR is niet helemaal nieuw voor mij, René. Nee, dat weet ik. Maar ik was me even aan het bedenken van... Hoe lang was het ook alweer geleden? Wie was nou waarbij, weet je wel? So, Jogurk is of course on P1, because he's... of course. Then it is Tony and Martin and Crab. Ow. Then Kirovnik. Okay, ik heb al 5 achterschade. Then Cal. Gebeurde iets geks. Had some suspension damage there. Stay out. Starts okay. We can build something from this. And Too Fast. Then Gummy Bear. Then, amazingly, Rick. Wow. No one's more amazed than I am. Hacks. Then French Toast. EXE. Then Paul. Then Kiki. And then guys, watch out. Hey, dat klopt niet, mijn kostig is 8ste gefinished, of niet? Hey. So just wait on that sort of missile. Ik achtste toch? Maar jij achtste dan, ja, dat kan. Oh ja, klopt, ja. Odds on the left. Odds on the left. On the right. Odds at the inside, the turn one, is the rule. Oké, ik zie er de hele tijd eentje voorbij komen. Beter. Alright guys, you go single file anyway for the first formation. Start the formation left. Je speelt eruit? Ja. Shit. Ik zag hem op hem met storten. Ik zag hem opstuiten en hij is ook tegen mij aangestuiten. Net als ik heb 5 rear damage. Ja, yeah, I'm disconnected. Yep. Too fast for you. My mouse, dit. No problem, just go ahead. No problem. Sure. Moeten we niet naast elkaar gaan rijden nou? Nou, dan ga ik naar monitoren. And go. Just
Nou, dan ga ik jullie supporten. Hm? Dat is goed. Boy, je kan opnieuw moeten starten, want ik ben aan het spectaten, maar ik kan niks selecteren. Dat is gaaf. Even terug. Een spectaker, dat gaat niet goed. Ik denk dat ze verhouden dan veel meer gribbig dan het vorige geweest. Nou, als het misschien zwaar is, vond ik hem lekker hoor. Ik heb weer kaart 3 staan, misschien dat dat helpt. Ik vind het echt makkelijk. They're not aero class, so... I'm not fat ass as well. Yeah,
same point. Ik denk dat ik hem al door heb. Die Matt die zit, die is de race aan het verslaan. En als ik monitor, dan word ik gedwongen met hem mee te kijken of zo, denk ik. Dat kan. Anders kan ik het even niet verklaren. Die rijdt gewoon een seconde los van iedereen op dat ronde. Ongelooflijk. Ah, ik ben aan het klooien, man. Perfect.
Better than the cost more here. Two of the races in the run. And then the last round it's all good and we try. Fair play to Tony for keeping a decent pace with that damage. Nu hebben we gewoon nog die French Toast maar aanrijden. Die vent die... Dan kun je sowieso niet vertrouwen. French, ja. Oh, maar dan mag je natuurlijk achteraan beginnen. Of vooraan. Wow. Ik wil het grip. Oh nee, achteraan als je disconnect. Ja, ik weet het. Waarloos spel. For a second per minute. No, we need to come back in. Oh man, ik zie mijn bocht altijd weer. Track limits there. Ja, dat wil drinken al. Punt ingeleverd, zeg. Jezus. It's never a good idea to follow my example. Je kunt hem inhalen, hij loopt te slingeren. Ja, ik weet het wel.
Oh! Oei, that's one more. Die heeft ook een spannende race. Denied. God damn it, the last one. Maar is het nog redelijk dicht van bij camera voor jou, Paul? Laat hij nou foutjes moet kunnen, hou moet. Was my own fault. Lack of skills, as usual. Oh my god, you're going to be in the lead.
Oh, here you go, eh? Operation went away from yogurt. On the left! That's the one, chief. Rick, Matt says he's got money to take it as well. Ik weet niet hoe die hoek die French stoos, maar het ziet er heel raar uit die auto, man. Ja, ik zie hem in de spiegel, ziet hem de hele tijd draaien. Ik heb een van zijn roof view had ik net, echt. Het zal een controle zijn of zo, anders kan ik het niet verklaren. Want hij hoekt stoterig die bocht om, joh. Met niks vloeiend aan. Nou zit ik op het dak van nou Joop en die gaat gewoon heel soepel de bochtje door, maar die French toast. Ja, dat is echt, en als je daarnaast zit, dan heb je... Oh, toevallig zat ik net mee te kijken alleen maar. Ja, maar die moet je proberen als die jou inhaalt of jij haalt hem in. En dat is gewoon echt een drama, hoor. Oké. Okay. Daar kun je niet samen mee door een bocht. Nee, maar ik denk dat hij met controle werkt of zo, want anders kan ik het niet verklaren. Hoor. Maar je denkt van hij vliegt uit de bocht en dan krink, krijgt hij helemaal auto een slag om toch weer de bocht te halen. Zou hij sturenhulp aan hebben staan? Nee, ik weet het niet. Dat zou misschien ziet er heel raar uit. Ja. Ja, ook van ja, heel raar. Dan zouden we toch aan de replay moeten kijken. Nou, mooi gereden, hè? Consistente plek voor jou, dit. Ja. Krijg je het weer, of niet? Nee. Ik zie allemaal rare dingen wat ik zag, in het spel. Wat ik zag gebeuren bij jou, Peter, was dat jouw auto heel snel op en neer stuiterde, zeg maar. Oké. Okay. En een paar keer kwam hij me voorbij en dan weer terug, weet je wel. Ja, dus ja dat zag alsof ik jou... met het hele veld. Zijn een netwerkverbinding of zo? Oh, yes, maar ik zou eerste keer. Ik denk het. Maar het ziet er allemaal goed uit. Ik heb net alles gecheckt, maar... Ik snap het niet, ja. Ik heb het al meer eerder gehad, hè, bij zo'n herstart, of bij een, toen op, bij, hoe heet het? Shit, dan ben ik de naam kwijt. Doe maar weer Return to Race Central, hè? Ik weet niet wat de bedoeling is. Nee, ik ook niet. Maar ja, die gaat vanzelf, toch? Alright guys, grab yourself a drink and some snacks, and we'll crack on with round 3. Oh, blijf lekker zitten. Snacks. Dan slaap ik helemaal niet als nog een snack. Reverse grid from round 2. Zelfs kijken of vrouwlief thuis is ondertussen. Yes, pole position. Mooi man. Yeah. Ja. Gewoon breed maken dadelijk, Paul. Zo breed nice. Mogelijk. Daar komt niemand voorbij! I had a little sneak peek at the Atomic Stream Blitz, so you in P13, and I was like, oh no. I brought it back up to 9th, was it that race, I think? Dus met Atomic is het altijd hetzelfde. Hè? Die, als je daar in de buurt blijft zitten, vroeg of laat maakt hij toch een fout. Ja, ja. 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 9th from there. Ondanks dat hij er zoveel races mee doet. Ja. Ja, hij is niet af en toe kan hij best snel zijn, zeg maar. Ja. Maar over het algemeen is hij gewoon niet consistent. Hij maakt heel veel fouten, vooral in de start altijd. Of hij dan zenuwachtig is of zo. Toch was hij voor mij. Ik ben ook geen goede starter, hoor. Vandaag ook niet.
Ik ben geen goede racer. Of ja, in ieder geval niet met deze auto's. Die liggen mij ook echt niet. En dit circuit vind ik ook echt zwaar. Ja, ik heb gewoon één stomme grote fout gemaakt. Ik ben gewoon die Kirok Wing of zoiets. Ik ben achterna gereden. Yo, Disconnect heeft mij 5 gear damage gegeven, Peter. Oh, echt? Ja. Want voor de start knalde jij achterop mij. Wow. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb er gewoon mee gereden en heel veel last heb ik er niet van gehad, denk ik. Well, I'll knock it in the wrist. Ja, er gebeuren rare dingen. Ik heb schermen net voor me gezien, dat heb ik nog nooit gezien in projectcars. Een helemaal rood scherm met tralies eroverheen en zo. Nou, echt bizar. Geen idee wat dit hier aan de hand is. Wanneer, zojuist? Hè? Zojuist of wat? Ja, zojuist, net toen ik aan het spectaten was. Hè? Hoe kan dat dan? Ja, echt. Ja, maar dat lijkt eerder op iets, op iets grafisch of zo, wat niet goed is dan. Ik heb geen idee, ik heb projectkaars maar weer opgestart. Man. Ja. Sinds er die nieuwe beeldkaart erin zit, als het zo die beelden na de race, 30 frames, 40 frames. Echt, het slaat helemaal nergens op. Apart. Kan dat dan? Online, ik heb geen idee. Wat voor beeldkaart heb je nou dan? Een 3080. Dat is toch een flinke jongen, dacht ik ook niet. Ja, is de tweede beste kaart die er op dit moment te krijgen is, ja. Ja, maar dat snap ik dan niet, want hoe kun je dan 30 frames per seconde krijgen? Een zwaar slecht spel of de driver zijn niet goed of zo, ik heb geen idee. Zou dat met de driver te maken hebben of zo, dat die nog niet helemaal optimaal is? Ja, zoiets, ik heb geen idee. Gewoon slecht geprogrammeerd. Kon je zeggen, want ik heb met mijn 1060 zeg maar, haal ik zeker 40 frames per seconde bij herhalingen. Dat klopt dan iets niet. Misschien is het niet helemaal compatible of iets. So, Kinky, decision time. Are you in or are you out? Do it! Loading the game. Alright. Doing it! Oh, doet Kinky ook mee? Ja. Zet ik meestal bij in de buurt. En bij René. Het was nee, die normaal eerste, ben jij sneller hoor. Die eerste race was mooi, hè? Zit ik eerst de hele tijd bij René, daarna bij Paul. Dat was echt gewoon een bedure avondje. Geweldig. Is dat anything different to normal? I think my game may have crashed. No, no, has it crashed? No, stuff. Normaal zit ik altijd te knokken met Kinky. Dat is ook altijd best wel leuk. But I can't invoke to start or race or track. Nee, ik heb met die Kiki Mac. Maar die was vandaag snel, Kiki Mac, had ik het idee. Of niet? Nee, maar... Ja, die kan soms wel snel zijn, hoor. Ik baal van die ene fout die ik gemaakt heb. Dat was echt gewoon niet nodig. Ik zat zo te focussen op die voor me zat. Baal als een stekker. Ja, wat bij mij altijd helpt, zeg maar tegenwoordig, is heel snel... Of ik ben veel meer met gas aan het doseren, wat ik vroeger niet deed. Oké. Okay. Dus echt veel meer... Het was bij rempunt, hè? Ja, het was bij de, na het rechte stuk. En dan die hairpin, zeg maar. Daar schoof hij rechtdoor, omdat hij te laat rende, maar ik deed hetzelfde. Ja, 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 dat is... Dat was baal, hè? Ik had gewoon, ik zat zo gefocust op zijn auto, want dat is het probleem. Ja, dat is het probleem inderdaad, ja. Ja. Nou, je moet eigenlijk toch focussen van waar is je rendpunt. Je wordt zo afgeleid door die auto voor je. Moeilijk. Oh, half elfjes. Oh ja, ik kon net wakker. Ik heb het altijd donderdagochtend moeilijk. Dan hebben we tot 11 uur, zeg maar, woensdagavond dan racen. Zo duurt het even voordat ik kan slapen. En 's ochtends om 8 uur heb ik een call met Azië. Oh, lekker. Dus dan, ja, ik heb wel geluk. Mijn eerste meetings is altijd pas om 9:30. Die is wel elke dag, maar het is pas 9:30. Maar ja, we staan hier. Meestal rond 8 uur ben ik toch altijd wel ingekomen. Ja, met de kinderen om 7:30 wegbrengen. Dus, ja, dat is hier ook kwart voor 8 boos op de VSO binnen. Dus, precies. Dan begin ik om 7:55 uur. Zo rond die koers altijd. Ja, ik ga meestal wel wandelen tegenwoordig. Dat is goed voor de RSI. Ja, dat geloof ik gelijk. Dat doe ik. Tijdens mijn lunchpauze een rondje wandelen. Oh ja. Ja, dat probeer ik ook te handhaven. Maar ik vind het wel fijn dat mijn stuur gaf. Ja, alle kabels weer netjes weggewerkt zijn aan het sturen en zo. Dus ik had hem in elkaar geflanst. Met dit idee van misschien moet hij ook nog weg, maar hij blijft hier. Mooi. No matter what. And Kieran, don't start yapping again on this one.
Learn to drive. No, it's because we were too busy talking, and then I completely missed the formation zone. But never mind. The air temp is 33 Celsius. Okay, pit strategy. Pit strategy. Temp is 51 Celsius. 24 minutes. Oh, crap. They probably aren't stable as well, by the way, Kinky, because these cars are not stable. Ready. This game is mean. Born so ready. Too much fuel, right? Well, I thought if I'd reset the stable setup, it would give me like less fuel, so I'd be lighter. And it added an extra liter to my No. You'd be like, it's infinite fuel, isn't it? Just keep on changing between, you get more and more fuel. Infinite fuel. Problem solved. Yeah, you get infinite fuel, infinite weight. So just to give you the infinite top, driving. Just to give you the top me too. Four, okay, cool. So get ready. It's Paul, then me, then Rick, then Kieran. Great, let's go, let's go! Yeah, so, Paul, go on. Alright. Right side's clear. Damn, Hut is weer maar de klote. Dan, where are you going? He just sat there behind Callum at the moment. Yeah, okay. Yeah, well, Callum just sat there with a fat ass, not fucking moving. Yeah, because Callum's pulled in there. Look, he's right in front of me. What is it? Hey, Kinky's way. Yeah, he's pulling on my way. Kinky, good start, mate. Nice one. Who's in 5th? Right, I'll French coast, I think. Yeah. I just wanted to get the first few out of the way because I was in the first lot. So, Paul, me, Rick, Kieran, French toast. We're actually lining the last mirror on what we are, but it doesn't matter for this bit. But when we get to the front, make sure one's on the right. I'm lost anyway. Cow. Crab. Then Kiravnik. Then Tony. Oh, it's like got an after yogurt, Martin. That's more. And then yogurt. Oh, die zweeft over de weg, man. Ongelooflijk, die French toast. You're at the back. No, you made it. I'm not certain. No, I think we have two other people who might have just got through. I think that was it. Just left and joined a few times. Yeah, I'm last now. That's right after disconnect. Yep. Yeah. Yep. Go, Paul. And when we line up, you're on the right, so do I match you 2x2, Paul? Yeah, I know. Sorry. Okay. No worries. Just... I can't go on yogurt for him. Let's stop you, Leo. Een cruise hier is ook gekruist, daar hoort ook niks meer hoor. Oh,
Oh, schoot er eentje rijden hoor. Oeh, Yoga tikt Tony Chilton eraf. Er zit een of ander needle up voor me, wie is dat? Ga je aan de kant? Oeh, oh, ja, bijna ook. Hey, dat was niet de bedoeling hoor. Hij luistert. Dat was echt niet de bedoeling. Maar ik denk dat jij moest remmen voor die nummer voor jou. Maar. Ja, ik heb een heel nest voor me die raar doen. Zoals die French Toast nou bijvoorbeeld. Oh ja, die zit nou naast me. Oh, daar gaat hij al. Nou, niks veranderd. Zit gewoon weer achter hem, nee. Ja, en French Toast is weg, hè? Ja, die mooi. Zit achter me. Ja, of tenminste 12 is. Ja, die moet je uit de buurt houden, hoor, want die springt als een gek. Ja, die pakte daar de buitenbocht. Vond ik wel aardig van hem. Ah, nou weet ik het weer. Rembalans, shit. Oh, dan gaan we er een paar naast. Atomic hebben. Atomic weer. Dezelfde bocht volgens mij als een tijd. Ja, wordt. Dat doet hij altijd. Hier, Atomic linksaf staat daar. Oh, nou, maar nou komen die yoghurt en die dingen, die komen achter ons aan. Gewoon je lijnen rijden. Niks yoghurt aan zit achter me, hè, joh. Moet je dadelijk eens kijken hoe die een bocht uit accelereert, Peter, voor de gein. Maar denk je van, zo, het lijkt wel net alsof die harder loopt, dat ding. Ja. Hij remt hem niet gewoon super laat en dan houdt hij hem nog, hè? Zie je dat? Ja. Niet normaal, hè? Rem mij gewoon voorbij, hè? Oh, daar zit hij. Ik zag hem in. Ja, ja. Hij remt mij voorbij. Ik zat achter jou en hij remt zo hard... En het perfect in die pakt hij daar de chicane. Ik vind dat wel knap hoor. Oh, ik deed bijna een atommetje. Dat was wel opvallend. Nienschok kan hij veel beter remmen. Ja, dat is echt niet normaal. Dat pakte zo mooi. Hij kwam zo hard aan. Nou, tenminste qua snelheid niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was gewoon gelijk. Maar hij rent gewoon veel later, dat is waar. En dan pakte de binnenkant om te rennen. Het lijkt wel of je daar iets harder kan remmen. This will hurt. Oh, daar is iemand er vanaf. Sorry, my bad, I'll wait. Pas op, er is iemand er vanaf, hè? Crap. En hier zijn er nog een paar aan klooien, dus. Atomic weer. Nee, dat staat al op een rondje dan. Kom, go, 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 ga weg. Nee, hey, er zit een zwaaier rond. Een weaver. Kom maar langs, Peter.
shit, daar komt er nog iemand mee. Dat was niet de bedoeling. Daar. Zag de deur dicht. Zag je dat? Wie was dat? Weet ik niet wie dat was, maar die schoot mooi recht door. Nee, die ging wel heel hard, hè? Oh, dat was die trap. Nou, die snijdt wel een behoorlijk stuk van het circuit af, hè? Ja, die weet het trucje, zo. Ja, maar je kunt veel afsnijden als je niet op het gas zit. Dan kun je echt veel afsnijden. Dat vindt Kooit en Kast heel veel goed. Ja, maar waarom krijg ik dan altijd de penalties als ik afsnij? Als je op het gas zit, als je dat doet. Als je er langs dreigt, kan gewoon voet van het gas en dan komt het meestal wel goed. Oh, seconde in het groen. Ik heb voor het eerst in de 13 iets gereden, 13-8. 13-6. Toen heeft een rit 30 seconden achter mij. Dat kon ik wel inhalen. Shit man, nu gaat hij veel te ver. En dan gaat hij weer voorbij. Bijna kort. Zou die geen trackpenalties krijgen die keren? Die snijdt echt stukken van het circuit uit. Misschien is dat zo'n sheet wel. Over... sorry. Ik zit weer bij Atomic en Rick, net als de vorige twee races. Kiki Mac is eraf. Oh! Nou, die crap man, als je ziet hoe die met die auto gooit, dat is niet normaal. Het is meer rally rijden. Zicht op plek 3. P4. Kiki Mac weer gesprint. Hey, nou zevende. Zesde zelfs. Wow. Ja,
Let's see, kan je niet winnen. Nice, nice, nice. Viert hij in het groen. Drie tienden in het groen. Oh, wat geluk. Oh man, ik kan dat nou. Mijn linker voorband is al bijna pimpelpaars. Mijn beetje geel. Mijn oranje. Ja, 14 in het groen. Oh, daar is iemand vanaf. Die kan hem ja. Zoeken of weet hij? Ik weet het niet, die lag voor me, maar... Hij moet de bocht er later in sturen, goddammit. Oh, die crab die kan ook wel een partijtje duwen, zeg. Ja, echt wel. P3, ik zit achter de yoghurt op 15 go, seconden. Go, go. Ja, maar die crab die weet het ook wel. Die crab krijgt een koekje van eigen deeg. Oh, hier ben ik trots op. Hier moet ik in de replay. Nee, was net al glitch hier. Oh. Raak je nou de Peter of niet? Hè? Raak je nou of niet? Nou ja, we zitten in een continu gevecht, dus we raken elkaar continu. Maar toch doet die yoghurt slimme dingen, want ik heb een paar dingetjes afgepikt van hem. Hoor. Ah, slecht hij wordt. Ah, man. Hey, die French toast weer, hè? Hey, je zit aan het lijken volgens mij, René, jongen. Ik hoor iedereen klagen over jou. Ja, ik zie ook in mijn stuiter in mijn beeld, ja? René. Yes, P3. Die crab maakt een grote fout, hè? Ah, man, kom op. Ja, nou wat banden koelen.
Ja, ik heb kunnen afkoelen net natuurlijk, hè. We hebben de laatste verplaatsing vertrokken, hè? Dat moeten we even niet vergeten. Ja, wat is dat nou? Ik ben het lager dan één. Die rijdt gewoon dwars omheen. Ja, ik zie jou echt stuiteren in mijn achterspiegel toen straks achteruit kijkspiegel. Bandjes koelen, bandjes koelen. Is er iemand anders op de rechts? Nee. Man, hoe kan dat nou? Ik hoor het geluid en zo hoor ik wel allemaal perfect, dus dat zit in het spel. Disconnected hier, zeg het spel, René. Ja, heb ik zelf gedaan. Oké. Oh, wat domme, hè? Het spel ons niet gunstig gezind vandaag. Dat heb ik, had ik gisteren ook. Toen ging ook in één keer mijn ding is mijn online ging in één keer weg. Godverdomme, dat is zonde. Nee, maar het ergste vind ik dat ik het niet snap. Zo. Eens kijken of ik nog kan meekijken. Misschien nog het beste gewoon bij Atomic met stream meekijken. Ja, dat is misschien beter. Anders dan log ik hier in en dan crash het spel ofzo. Ja, de laatste race is wel een stuk beter dan die andere. Lijkt 7 ondertussen. Ik heb al actie net gehad op Rick Wales. Nice. Oh man, het ging zo goed. Hé, hey, lag 6 of zo toch? Second in a GT3, but it needs a very close.
gear this whole track. You just spin the wheel back and just die. I did say one in first as well. Yeah. The power is way too much power in first gear. It's alright. Shit, nog een rondje, dat gaat niet aan. Oh, hij spint. Oh, Krep spint achter me. Oh, geweldig. Oh, sorry. Dat is niet netjes, Peter. Ik ben een beetje enthousiast. Maar ja, eindelijk achter yoghurt is ook echt slecht. Ja, dat kan beter. Ja, vind ik wel. Volgende keer moet ik hem gewoon in bijhouden. En inhalen. Precies dat. Laatste rondje. Oh, die Krep, man. Oh, die spin. Oh, dat was mooi om te zien, maar sorry, weer zei ik het weer. Maar laatste rondje een beetje safe rijden. Daar heb ik geen enkele fout gemaakt. Ja, ik heel in het begin. Ja, je moet gewoon net eerder rennen met deze auto als dat je denkt. Ja, inderdaad. En je doseert als je gaat. Rij je als een auto rijdt. Hier, ik ben echt langzamer als in regen. Ja. 13-0-0. Ah, dit is lekker. Nou, oh, yoghurt is de eerste voor. Ah, oh, fucking get in my second neck. Ik heb veel consistenter gereden deze race. Echt ik veel ook. Consistenter. Eindelijk zeg. Dat we lekker in de positie. 13-8, snelste rondje. Ja, ik heb nog meer netwerkproblemen merk ik. Als ik nou die stream van Atomic, die knalt er ook uit. Zijn er mensen aan het downloaden bij jullie zo of te nemen? Nee. Netflix. Ja, maar dat kan nu vallen mijn frames weer terug naar 50. Dat slaat helemaal nergens op. Yes man, plek 7. Ik heb 150 Mbit, hè, dus er moet nogal wat gedownload worden dan. Ja, ja maar ja, als ze gewoon downloaden, dan is het volledig dicht, hè, als je weggaat. Nee, maar het gekke vind ik, dat geluid blijft gewoon goed. Daar hoor je helemaal niks aan. 5 minutes in a 20 minute race.